Jochem, goedemorgen. Hey. Ik kreeg een brief van Jan Baan, jullie directeur van Brabants Landschap. En die schreef van, ja, er is coronavirus bij de weidevogels. Ja, je hebt die brief weer niet goed gelezen dus. Oh, want? Daar was ik al bang voor. Nou ja, wij doen eigenlijk een oproep aan alle boeren. Ja. Om zelf dit seizoen super alert te zijn op die weidevogels. Oh, vanwege het coronavirus? Ja, vanwege het coronavirus. Dan maar moet je even uitleggen dan. Ja, het is niet zozeer dat die vogels corona hebben. Nee. Maar dat virus dat gaat natuurlijk rond en onze vrijwilligers... Ja, die zitten voor een groot deel in de risicogroep. Ja. Plus, wij willen eigenlijk niet dat ze met meer dan 2 mensen op pad gaan. Ja, 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 ja. Ja. En ja, dus dat betekent dat er heel veel vrijwilligers op dit moment afhaken. Ja. Die hebben besloten om niet te gaan beschermen. Ja, dat is op zich heel verstandig, want ja, ik blijf ook behoorlijk van jou vandaan. Bah! Vertel, wat ben je aan het doen? Nou, ik sta hier nu op een akker van Brabants Landschap, want ik werd gebeld door Theo, mijn Theo. Collega. En, ja, okay. Er was weer een boer die had Theo gebeld, ja. Want die was hier een paartje kievieten tegengekomen, zei hij. Oké, okay, leuk. Dus ze hebben mij even gevraagd om te kijken en ik denk, ja, dat is een mooie invulling voor mijn pauze. Dus ik volgens mij heb je een heel lange pauze, of niet? Wat zei je? Volgens mij heb je een lange pauze, of niet? Ja, maar ik heb veel pauze nodig. Maar de weidevogelbeschermers die mogen niet met z'n drieën het veld in. Want er zijn wel, ja, mensen die toch gewoon het veld in gaan. Verantwoord ook, denk ik. En ik heb gevraagd om even wat beelden op te sturen. En dan zie je ook een beetje van wat er toch nog wel gebeurt. Ja. Vanochtend zijn we op pad geweest met de weidevogelgroep. Helaas vandaag maar met een paar mensen. Omdat ook bij ons mensen niet fit zijn of bang zijn om ziek te worden vanwege het coronavirus. Wat heel begrijpelijk is natuurlijk. We hebben wel 1 nestje gevonden nog vanochtend. Dus hopelijk wordt het toch nog wat dit seizoen. Normaal ben ik nu in het veld met heel veel weidevogelbeschermers, nesten opzoeken, netjes stokken erbij. En zo fantastisch dat de boeren ze dan ontzien tijdens de werkzaamheden. Maar dit jaar lukt dat jammer genoeg niet. De meeste vrijwilligers zitten thuis. Dus we willen jullie heel dringend vragen. Willen jullie alsjeblieft nu zelf opletten? Er liggen al heel veel legsels. Kievieten zijn gewoon aan de gang natuurlijk, ondanks coronavirus. Ja, het is hier. We zijn maar met tweeën vandaag, dus het is... Het is vrij rustig in Geffen in ieder geval. Ja. Dus we zullen proberen om toch maar zo goed mogelijk nog te doen. Nou mensen, daar zitten we dan in ons uppie als weidevogelbeschermer. In verband met de maatregelen van het coronavirus moeten ook wij rekening houden met alle maatregelen. Daarom betekent dat meestal alleen het veld in of zoals wij hebben afgesproken binnen onze groep. Probeer zoveel mogelijk vanaf de kant de vogels op te speuren. Nou, ja, die kievieten houden heel erg van bouwland. Ja. En dit is nu allemaal kale grond, dus okay, daar komen ze juist op af. Oh, ik denk die gaan eerst in het weiland zitten of zo. Ja, er zitten er ook wel op gras, maar een kieviet die houdt het meest van dit soort zwarte grond. Okay, nou weer iets geleerd. Ja. Maar goed, een kieviet die gaat hier zijn nestje bouwen en vervolgens groeit hier van alles en zegt de boer van nou, ga eens even lekker maaien. Ja, nou daar hebben we dus de weidevogelbeschermers voor. Ah. Die leggen dan, kunnen het nestje en, ja, de eitjes in een mandje leggen. Ja. En dan is dus dat hele nestje makkelijk te verplaatsen. Aha. En als dan de trekker komt, dan doen ze even het mandje met nestje aan de kant. Okay. En dan kunnen ze die later weer terugleggen. Okay. En ja, waarom zou zo'n boer zeggen van jongens, ik ben... Mijn assistent zal even de mandjes komt laten hij zien. Aan met zijn broodmandje. Ja, hier is het allemaal om te doen. Okay. Dus alle vrijwilligers. Okay. Ben jij niet te dicht bij jouw collega staan? Ik was trouwens met jouw collega in gesprek. Het is een onvoorstelbare man, hè? Heb je er ook zo'n last van of niet? Af en toe. Ja, je leert ermee om. Ja, dus er zit niks anders op, hè? In het ik loop zeker 2 meter achter jou. Kijk uit. Kijk. Kijk, hier liggen ze dus de eitjes. Wat er dus gebeurt als die boer straks komt om hier in te zaaien, dan kan, ja, hij zelf van de trekker stappen. Wij zetten er ook stokken voor. En hij pakt even aan de randen pakt hij dat mandje gewoon op. En hij verlegt hem eigenlijk naar de plek waar hij al geweest is met zaaien. Oké. Okay. Wel een klein kuiltje maken. En die kieviet gaat er dan gewoon, als hij klaar is met bewerken, gaat die kieviet gelijk weer verder met broeden. Ja, ja. Ja, en op die manier blijven die eieren gewoon beschermd. Als de boer hier nou aan het maaien of ploegen is, dan ziet hij zo'n nest toch niet ervan? Nou, die vogels die blijven wel
stilzitten eigenlijk als er een trekker aankomt. Ja, niet als hij dichtbij komt. Nee, nee. Maar als je zeg maar het veld oploopt, dan vliegen al die vogels wel op. Ja, ja. Maar vanuit de trekker kan je heel goed weidevogels observeren. Oké, want die blijven zitten om hun nest te beschermen. Ja. Oké, super. Ja, dus ze zijn niet bang voor auto's en trekkers. Dat is het meer. Ah. Ja. Maar ja, je moet er als boer natuurlijk wel oog voor hebben. Ja, nee, snap ik. Oké. Oh, dat is nog wel leuk om te vertellen. Ja. Die kievit die legt eerst één eitje. Ja. En dan pas een dag later een tweede ei erbij, zeg maar. Ja. En pas als er vier eitjes in liggen, dan gaat die broeden. Oké. Dus hoe... dat zijn misschien die verschil van die dagen nog. Ja, ja. Maar hoe zit het met de houdbaarheidsdatum dan op die eieren? Heb jij nog een boodschap voor de kijker, voor de consument? Ja, voor de consument in ieder geval, eet nooit kievitseieren. En voor de kijkers, probeer goed op je gezondheid te letten. Dat lijkt me in deze tijd het belangrijkste. En de oproep richting de boeren, die is wel duidelijk. Probeer zelf goed te letten op nestjes op het perceel. Omdat de vrijwilligers dit jaar niet in het veld zullen zijn. Nee, snap ik. Nou goed, wij zijn met z'n drieën. Dat mag, van de overheid. Ja. En dan laten we het hierbij. Dankjewel voor... Voor je inzet weer. Ja, jij ook, Joost.